Een grote klassieker in onze Belgische keuken. Koninginnenhapje of vol au vent. En dan een echte vol au vent is wel wat werk. En redelijk veel ingrediënten, maar het is echt de moeite waard. We gaan een selder gebruiken, we gaan wat prei gebruiken en wortelen. Een beetje kalfsgehakt voor de balletjes. Een bouquet garni. De bladerdeegpasteitjes. Een soepkip. Champignons. Enkele eitjes. Bloem en boter. Citroen. Een beetje room. Een ui gaan we gebruiken. Kruidnagel. En wat zwarte peperbolletjes. En die kruidnagel en zwarte peperbolletjes gaan we eigenlijk gebruiken om onze kippenbouillon te maken. Want daarmee gaan we beginnen. De kip doen we in een grote schotel. Daar snijden we de worteltjes op. De kruidnagel, ongeveer 3 stuks, prikken we in een ui. Dat voegen we toe aan onze bouillon, aan de kip. Stukjes prei horen er ook bij, dus ga ik eerst eventjes spoelen onder koud water en dan in kleine stukjes snipperen. Dan voeg ik ook toe aan de kom. Net hetzelfde met de selder. Peperbolletjes, die mogen er ook bij. Een bouquet garni, bestaat uit wat tijm en laurier. En dan gaan we daar koud water over gieten. Tot de kip bijna helemaal onder staat. En dat gaat op het vuur, deksel erop en dan laten we ongeveer 40 minuutjes koken tot je een mooie kippenbouillon krijgt. Als dat gebeurd is, gaan we de kip eruit halen. Goed laten uitlekken. Het koortje mag eraf en de bouillon zelf die gaan we natuurlijk passeren, zodat de groentjes eruit blijven. Ik ga een heel klein beetje van de kippenbouillon enkele soeplepels afhouden om daarin onze balletjes gemaakt van kalfsgehakt te laten garen. Ons kalfsgehakt ga ik eerst goed bijkruiden met peper en zout. En dan gaan we daar balletjes van rollen. Want een vol au vent zonder balletjes, dat is geen echte natuurlijk. Als alle balletjes gerold zijn, dan gaan we die laten garen in onze kippenbouillon. Dat moet niet te lang. Van het moment dat die balletjes of dat de bouillon begint te koken, zal die gaar zijn. Ondertussen ga ik onze champignons al snijden. We gaan die natuurlijk niet wassen, anders gaan die te veel vocht opslorpen. Maar als ze mooi proper zijn, mag je ze gewoon zo snijden. Anders kan je ze best even borstelen. Ik laat een beetje boter warmen in een pan en daar ga ik onze champignons in bakken. Goed kruiden weer met peper en zout. Ik ga daar een klein beetje citroen over persen. Een half citroentje zal voldoende zijn. Zorg ervoor dat je de pitjes opvangt. En dan giet ik daar nog een heel klein beetje van onze kippenbouillon over, zodat die champignons mooi gaar worden. En dat is eigenlijk de garnituur van onze vol au vent. De balletjes mogen uit de bouillon. De champignons zijn ook klaar. Die mogen daar ook bij gelegd worden. En dan kunnen we beginnen aan onze basis van ons koninginnenhapje. De kip, daar gaan we het vel afhalen en we proberen zoveel mogelijk kippenvlees van de beentjes te halen. Het is een beetje een peuzelwerk, maar probeer er zoveel mogelijk vlees af te halen. Zowel van de billen als van de borst. Dan gaan we roux maken. Dit is weer de basis om onze bouillon te laten binden. We gebruiken hiervoor boter en bloem. En als dat mooi gesmolten is, dan gaan we onze kippenbouillon daarop gieten. Dus de bloem gaat nu bij de boter.
We roeren een beetje tot je een roux krijgt, een bindmiddel. En dan beetje per beetje gieten we onze kippenbouillon daarover. Zo krijg je de eerste binding van een koninginnenhapje. Dit gebeurt op een zacht vuurtje, zodat de bloemsmaak ook helemaal uit onze kippenbouillon gaat. En dan gaan we een tweede binding geven, die bestaat uit eigeel en room. Goed kloppen, kruiden met peper en zout. En we gaan daar de andere helft van de citroen bij persen. Die binding gaan we pas helemaal op het einde doen, want die mag niet meer verder koken. Anders krijg je stukjes gebakken ei in de vol-au-vent en dat is niet de bedoeling. De bladerdeegpasteitjes warm ik even op 180 graden. En nu gaat de kip, de balletjes en de champignons gaan toegevoegd worden aan onze saus. Die warmen we samen nog even op. En dan halen we het van het vuur en gieten onze liaison erbij. Dat is onze tweede binding die bestaat uit room en eigeel. Nog even goed bijkruiden met peper en zout en dan zijn we klaar. De pasteitjes mogen uit de oven. En die vullen we dan natuurlijk met ons koninginnenhapje. Het hoedje erbovenop. Nog een klein takje peterselie erbij. En dan hebben we onze klassieker van formaat. Zelfgemaakte koninginnenhapje. De juiste ingrediënten, de juiste hoeveelheden en het recept kan je natuurlijk altijd nalezen op onze site delijzen.be.